Judo betekent heel veel voor mij. Het is nu een deel van mijn leven, een heel groot deel. Ik sta ermee op, ga ermee naar bed. Ja, ik train elke dag, dus ja, het is een heel groot deel van mijn leven. We hebben je afgelopen zaterdag aan het werk gezien in de ISPA. Dat waren de jeugdkampioenschappen, ja. Voorbereidend op de Europese kampioenschappen. Ja, het was het Nederlands kampioenschap teams en ja, dat is weer een voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Hoe oud ben je en in welke gewichtsklasse judo jij? Ik ben 16 jaar en zit in de leeftijdsklasse onder 18 jaar in min 50 kilo. In België was in Lommel, was een internationaal toernooi. En ja, daar heb ik alles goed met goed judo gewonnen en een mooie eerste plaats behaald op sterke bezet toernooi. Je wou eigenlijk zeggen, daar heb ik iedereen goed verslagen. Ja, kan je wel zeggen. De finale, zelfs die won je? Ja. Die ging ook heel goed. Ik had goede pakking, telkens goed tempo en daarmee heb ik de goede partijen beslist. Is het nu zo dat jij op dit moment kans maakt om naar het Europees kampioenschap te gaan? Ja, vorig jaar heb ik mij via de Europese ook al geplaatst voor het Europees kampioenschap. En dit jaar wil ik me weer plaatsen voor het EK, maar ook voor het WK en de Jeugd Olympische Spelen. En wat moet je daar allemaal nog voor doen dit jaar, voordat het zover is? Daarvoor moet ik me plaatsen voor de Europa Cups. Nou, daar ben ik mee goed op weg. En dan, als ik op de Europa Cups dan goed presteer, dan word je uitgekozen voor het EK, WK en EOF. En hoe groot is die kans? Hoe groot acht je zelf die kans? Nou, vorig jaar was al alleen het EK. En toen heb ik het al gehaald als tweedejaars. Nu ben ik laatstejaars. En ja, dan wil ik, ik denk dat de kans wel groot is dat ik gewoon alle drie ga halen. Zijn er veel jongens van jouw leeftijd die aan judo doen? En hoe ligt die sterkte ten opzichte van het buitenland? Nou, in Nederland is het op zich best wel sterk bezet judo. Judo is wel een deel van, ja, is wel een grote sport op zich nog in Nederland. Maar ja, in het buitenland is het soms nog wel veel groter. Het is wel echt sterk bezet. Je krijgt ook allemaal Japanners, Azerbeidzjanen allemaal. Dat is echt sterk, ja. Nou is het niet alleen maar op de mat vechten met een tegenstander. Maar we zijn hier in jouw krachthonk. Vertel daar eens iets over. Ik train elke woensdag bij Heroic. Dat bevalt me heel goed. Dit helpt ook bij aan mijn krachtontwikkeling. Hier word ik heel goed begeleid. Zodat ik me sterker word en meer kan me sterker voel voor de wedstrijden. Wanneer zijn die Europese kampioenschappen en waar zijn ze? Het EK is komend jaar in Litouwen. Het is in juni. Train je per week? Ik train 8 keer in de week ongeveer. Ja. En ook overal in Nederland eigenlijk. Ik treed in Heerenveen, in Papendal, Enschede, Almelo. Dus ja, zo zie je ook wel heel wat. Wie is jouw trainer? En ben je tevreden over hem? Nou, mijn trainer is Siach Kooijman. Daar ben ik heel tevreden over. En hij steunt mij overal in en begeleidt mij heel goed. Met andere woorden, een fantastische kerel. Ja, zeker. Een fantastische trainer. Ik wens jou ontzettend veel succes op weg naar de Europese kampioenschappen. En daarna naar de wereldkampioenschappen. Ja, heel erg bedankt.